Vandaag in Binnen alle jaren. Lokaal 17 in Sneek. De klankbordgroep Visie op dagbesteding en de Weetkrant over apps. We sluiten natuurlijk ook af met onze weerman André. Blij dat je kijkt naar Binnen alle jaren van donderdag 27 mei. Binnen Aliade ging op bezoek bij lokaal 17 in Sneek. Dat is een prachtig nieuwe dagbesteding. Wat doen ze daar allemaal? We gaan even kijken. Goedemiddag! Welkom bij Studio 17. De nieuwe dagbestedingslocatie van Talant in Sneek. We zitten hier vanaf november vorig jaar, dus nu zo'n half jaar ongeveer. En we hebben drie verschillende afdelingen. Creatieve dagbesteding, dus kom maar mee. Hier worden diverse schilderwerken gemaakt. En we het laten zien. Ik ben Miranda en ik maak het melkmeisje van Johannes Vermeer. In welke verf schilder jij dit schilderij? Acryl. Waarom ziet deze Mona Lisa er anders uit? Is het een groot oogje? Ja, precies. Dus hoe noemen ze dit eigenlijk, deze stijl? Een manga. Dan ga ik eerst mijn haar doen. Ja? En de oplaagse ogen is... Vanuit de kunstatelier gaan we door naar het textielatelier. Hier worden allemaal mooie producten gemaakt van textiel. Er wordt gehaakt, gebruikt, genaaid. Kijk maar even op. Ik heet Tjitske Jaasma, ik werk op textiel en ik vind het heel leuk werk. Deze tas, die is niet omgekeerd en deze vlaggetas is wel omgekeerd. Ik kan heel goed naaien en ik kan ook goed dingen lakken. En dat is dan een lakmachine. Wat is een lakmachine? Ja. Die snijdt een stukje af en warmt je af en dan werkt hij het goed af. Ik kan eerst dan maaien. Ja. En dan komt het dan zo uit te zien. Boontjes op de kussens. En dit zijn waterboontjes. Ja, en dit zijn de konijnen oor. Straks komt er een breitering op. We gaan nu naar het decoatelier. Hier worden allemaal verschillende decoratieproducten gemaakt. Iedereen doet zijn eigen ding. Er is een cliënt die wikkelt het touw eromheen en een andere cliënt die... doet de bloemetjes erin. Zo heeft ieder zijn eigen taak. Ik ben Floris. Nou, we zijn bezig met creatieve dingen. Dit plakken we dan op de piepschuimbol. Nou, leuk dat je er was. Je hebt een beetje een indruk gekregen van wat we hier allemaal doen. Zeker weten. Ik heb nog een klein cadeautje voor je. Leuk. En voor de mensen die het nu hebben gezien en denken van, goh, wat leuk, waar kan ik dat ook krijgen? Dat is allemaal te koop bij bijvoorbeeld de Bascule hier in Sneek en via onze Facebook-site.
Bij Aliade wordt in verschillende groepen nagedacht over dagbesteding. In de regio Leeuwarden heeft een groep cliënten met elkaar gesproken hoe je mensen meer kunt interesseren om te gaan werken bij Aliade en wat ze daar zelf in kunnen doen. Ik ben Erwin Oosterbaan, ik ben 35 jaar, ik woon in Grauw bij Fidesta en ik werk bij WIL, bij de montage- en distributiecentrum in Grauw. Wat is eigenlijk een klankbordgroep? Een klankbordgroep is een soort denktank en dan kun je advies geven aan de mensen die erover gaan. Ze wilden weten hoe wij nieuwe cliënten binnen kunnen halen, zodat er meer cliënten komen binnen WIL en Talant. Hoe doen jullie dat hier op het distributiecentrum? Nou, wij houden de cliënten binnen Talant en WIL. Doordat de burgerluiders ons warm te geven en ons serieus nemen en ons gewoon in ons water laten. En alle problemen die we hebben in ons burgerluiden. Dus in principe, ze nemen alles mee. Wij bieden een veilige, leergierige werkplek met allemaal mogelijkheden die we doen. Dus bijvoorbeeld schroefjes inpakken, maar ook met een ponkar rijden. Je kunt met een busje mee, je kunt koken. Kijk, alles wat de cliënt wil leren. Dan kun je vragen, een hulpvraag, en dan ga ik zien kijken als het mogelijk is. Zijn jullie ook bezig met leren, met een stukje ontwikkeling van cliënten? We zijn de hele dag door met leren. We hebben bijvoorbeeld, we zitten allemaal aan de tafel met elkaar. En dan praten we altijd over onze problemen en dan werken we ondertussen eigenlijk. In principe wat we willen leren, over wat we nog willen doen. Er zijn wel mogelijkheden en de burgerleiding die wil alles wat voor je doen. Dus dat is in principe alle mogelijkheden die er zijn die... Nou, als wij iets willen leren, dan duurt het 10 jaar, dan doen ze. Hoe maken we Talant en WIL aantrekkelijk voor schoolverlaters? We maken het aantrekkelijk voor schoolverlaters. Voor schoolverlaters door ze mee te, door mensen van WIL of Talant mee te nemen naar de scholen. En dan wordt een soort spreekbeurt te houden met een burgerleider. En dat de cliënten dan vragen kunnen stellen aan de cliënt die er is. Want in principe, wij zijn de ervaringsdeskundigen, jullie zijn burgerleiders. En wij ervaren wat het is. Dan kun je de cliënt vertellen, oh, dit gebeurt er, dit krijgen we, dit is ons product. Voor de corona hadden we 1 dag in de week aan school met een juf. Nou, en dan richten we ons daarop. Dus in principe, wij zorgen dat ze zich welkom voelen. Dus ze deden met ons mee. Nou, als we bijvoorbeeld een bootje frikandel hadden, dan kochten we het ook aan hun. En dat soort dingen. Dus in principe, we namen hun serieus. En dat is het allerbelangrijkste. Gewoon alle cliënten die er waren, gingen met de leerlingen aan de slag. En daardoor zijn er nu 4 leerlingen van die school, die zijn nu bij ons. Wat wil je nog kwijt over de klankbordgroep? Dat je serieus genomen wordt, dat je gewaardeerd wordt. En dat je met respect behandeld wordt en dat er wat mee gedaan wordt. Lijkt het jou ook leuk om mee te praten over je dagbesteding? Dat kan. Stuur dan even een mailtje naar binnen@aliade.nl en dan sturen wij het even door naar de klankbordgroep. Dit is de Weetkrant. In de Weetkrant die deze week uitkomt, staat alles over het gebruik van apps op je telefoon en tablet. In het volgende filmpje laten we zien hoe je een app op je telefoon zet. De nieuwste Weetkrant gaat over apps. Maar hoe krijg je die nu op je telefoon? Nou, dat gaat zo. Een app kun je downloaden via een appwinkel. App Store en Play Store zijn de bekendste appwinkels. Er staat altijd een appwinkel op je telefoon of tablet. Kijk op de apps van je telefoon en zoek jouw appwinkel en klik hierop. Tik nu de naam van de app die je wilt downloaden. En klik daarna op zoek. Tik dan op de knop download en of installeer. De app wordt nu op je telefoon gezet. Als laatste klik je op open. En nu zie je dat de app op je telefoon staat. Je kunt de app voortaan vinden op het beginscherm van je telefoon of tablet. Wist je dat een abonnement op de Weetkrant
helemaal gratis is. Je kunt je aanmelden op het volgende adres. Dit was Binnen alle jaren van donderdag 27 mei. Wil jij laten zien waar je goed in bent, op je werk, of heb je een leuke hobby? Mail dan naar binnen@aliade.nl en wij nemen contact met je op. Natuurlijk sluiten we af met onze weerman André. Doei! Goeiedag dames en heren van Binnen alle jaren. Goedenavond, kan ik beter zeggen. Van harte welkom met een nieuw weerbericht. Het was een wisselvallige week afgelopen week. We hebben ook hele bijzondere foto's hebben binnengekregen. Met een beetje nevel of mist op het land, op de begaande grond. Terwijl er ook wolken in de lucht waren. Normaal gesproken zou je denken van, ja, mist, dat heb je vaak weer als het opklaart. Maar dit was mist in de avonduren, toen het zo vochtig was, met toch stapelwolken en buienwolken in de lucht. Wat kunnen we voor weer verwachten? Hier komt de voorspelling, maar eerst ook de foto's. Morgen, de vrijdag, schijnt de zon geregeld. Het lijkt op de meeste plaatsen droog te blijven. Na een enkele bui kan ik niet uitsluiten. Het wordt 14 graden op de Waddeneilanden, het lokaal 18 graden in het zuidoosten van het land. Voor de rest staat een noordwestenwind, windkracht 2 tot 4. En dan nu de vooruitzichten. Aan het begin lijkt het nog wel lekker droog weer, maar vanaf maandag lijkt de wisselvalligheid weer meer toe te nemen. Met een aantal buien, maar ook zeker af de zon. De temperaturen die blijven wel gewoon hoger. In dit seizoen wordt het overdag zo'n 18 tot misschien 20 graden, in de nacht een graad of 10. En zaterdag en zondag dus nog meestal droog weer, maar vanaf maandag keert de wisselvalligheid weer meter met een aantal buien, maar ook zeker af de zon. Volgende week donderdag zijn we weer. Doei!